Dit is Wilde Heide. De Veluwe staat er vol mee. En bij dit bedrijf staan 1400 soorten hei. En die moet je goed uit elkaar houden. Ben je hem kwijt? Nee, ik zag dat ik een aantal niet aangevinkt dat die er al wel stonden. Dus daar moest ik even weer bijwerken. Nou, dit zijn er dus gewoon, die knikker ik weg. Dag in, dag uit zit hij tussen de hei. Maar nu een paar kilometer verderop de wilde hei bloeit, kan hij het niet laten om daar een kijkje te gaan nemen. Die variatie daarin, dat vind ik ook prachtig. En dan gaan we gewoon letterlijk op het veld, op een heideveld gaan we stek behalen. En als ik het tegen een architect zeg, dan is het meestal van, dan willen we daar stek van hebben. Omdat je gewoon het verhaal erbij vertelt dat die dus die variatie erin zit. Klanten komen uit de hele wereld. En ze hebben ook een verscheidenheid aan tuinen. Nu is even druk bezig om heide te kweken voor de tuin van het Vredespaleis. Maar als kind had hij niet gedacht dat hij het bedrijf van zijn vader ooit zou overnemen. Dan kom je vanzelf op een gegeven moment tegen dat je zegt van, nou, het is niet het helemaal het je van het als je hier op je knietjes onkruidjes zit te plukken. Ben je trots als je hier zo rondloopt? Ja, wat is trots? Het is leuk als je iets unieks hebt om daar je brood mee te verdienen.